en leuk dat je kijkt naar deze video. Zoals je ziet heb ik echt geen bolle wol in mijn armen of zo. Ik ga ook echt geen superleuke tas van Pinterest haken. Ik ben terug van school en onderweg naar huis ben ik langs de zeeman gegaan om deze bolle wol te halen. Ik heb ook deze rondbreinaalden gekocht en dit was echt maar 1 euro of zo. Dus ik dacht, hey, ik neem het gewoon mee. Al deze bolle wol waren ook 1 euro. Maar deze tas ga ik haken, dus dit heb ik nu niet nodig. Dat is voor een andere video. En sowieso is dit veel te veel garen voor 1 tas. Dus wie weet wat er nog meer gemaakt gaat worden. Op Pinterest heet deze tas de Checkered. Je gaat nu wel kijken naar een tutorial, maar het is niet gewoon een tutorial van oh, dit is hoe je dit gaat maken. Ik moet het zo ook nog een beetje uitvinden, dus gewoon een vlog. Ja, je kijkt naar een vlog. Ik denk ook wel dat het leuker is om te kijken naar een vlog dan naar een tutorial als je niet haakt. Natuurlijk probeer ik je wel aan het haken te krijgen, maar wat ik nodig heb voor het maken van deze tas is 2 bolle wol. En ik denk dat ik kies voor roze en bruin. Het lijkt me echt een super schattige combinatie. Dat is het. Oh nee, dat is het niet. Natuurlijk is het wel handig als je gaat haken dat je de haaknaald hebt. Deze tas bestaat een soort van uit 3 onderdelen, maar je maakt het wel gewoon in 1 keer. En dat is de onderkant. Dan ga je vanaf daar de zijkanten eromheen haken. Op een gegeven moment maak je het hengsel. En die moet je dan wel aan de andere kant even bij aansluiten. Ik denk dat het goed gaat komen. Dus let's start. Stap 1 is het opzetten van je ketting. Dus dan maak je gewoon zo'n lusje. En dan chain je er dus. Ik zeg chain 30. Ik ben vergeten om te tellen. Ja, blauwe lucht. Lekker. Oh, het zit op je hoofd. Oh. Hallo, ik ben weer terug na een schooldag en na nog een schooldag volgens mij. Ik heb dus bedacht dat ik in plaats van 30 minstens 40 steken wil. Omdat ik denk dat 30 wat te klein gaat zijn. Telefoon in. Nee, ik maak er even 50 van. Ik denk dat ik hem zo op, wat heb ik nu, 45 hou. 1 extra chainen. Je hebt hier dus 46 van deze lusjes. En niet in de 0, zou ik maar zeggen. Dan heb je de eerste. En dan heb je de tweede en je doet hem in de tweede. Dan sla je hem er zo omheen. Pak je het draad en dan pak je weer draad op. Haal je maar door de laatste 2 heen. En dan ga je in de volgende. Op een gegeven moment moet je dat wel iets sneller gaan doen. Het is op zich maar een klein projectje, dus ik denk dat het wel in 2 dagen moet lukken. Mijn rooster voor deze dag op donderdag is dus dat ik maandag om 9:10 begin met mijn rooster voor vandaag. Oké, als je hier 4 ervan hebt gemaakt in deze kleur, dan pak je de andere kleur erbij. En dan ga ik eerst even het uiteinde zoeken. Volgens mij. Waar is het? Oh, ik heb hem. Nee, toch niet. Wat is het? Mensen. Wat? Ik heb hem uit de knoop gekregen. Nu komt een gedeelte waarbij ik wel even van dichtbij ga laten zien hoe het moet. Nu je hier 4 hele steken hebt, ga je eigenlijk met de andere kleur een lusje maken. Die haak ik zo hier doorheen. Door de andere kleur. Dan hou ik deze alle 3, inclusief het losse stukje, in mijn hand. En dan ga ik eigenlijk verder haken met de roze kleur. Dus dan ga ik nu gewoon in deze steek en dan pak ik het roze op. En dan ga ik weer met roze zo eroverheen halen en dan door die 2. Nu ik hier ook 4 steken mee heb, dan ga je eigenlijk wisselen met de kleur. Ga je er weer in het loopje. Dan pak je eerst de roze draad. En dan in plaats van dat ik de roze draad nu pak, pak ik met de grijze draad. Ga ik zo door de 2 lusjes. En dan ga ik eigenlijk gewoon verder met grijs. En trouwens, even dat je weet, je moet door alle 2e lusjes in. En soms maken we wel eens een foutje, dan moet ik even teruggaan. Waarschijnlijk gaat het gebeuren dat als je zo met 1 kleur aan het haken bent, dat je aan de andere kant uitsteekseltjes krijgt van de andere kleur. En eigenlijk het enige wat je dan moet doen is het draad zo doortrekken. En dan is het weg. Ik heb dus 5 rijen gedaan in totaal van deze kleurafwisseling. Ik ga nu eigenlijk hetzelfde doen, maar dan met de omgekeerde kleuren. Dus ik ga hier nu boven dit grijs vakje een roze vakje maken. Zo'n lusje te maken. En dan ga ik letterlijk verder met de kleur roze.
eigenlijk als je dit ook wil doen, moet je het gewoon proberen. En als het er niet goed uitziet, doe je het verkeerd. Ik ga zo meteen het Eurovisie Songfestival 2021, de tweede semifinale, kijken. Ik heb er heel veel zin in. Ik vond het eergisteren echt leuk. Okay, ik heb nu ook de vijfde rij af van de tweede laag hokjes. Dit is dan de onderkant. Wat we nu gaan doen is elke keer zo helemaal rond. Een soort van als een 3D printer bouw je het er zo op. Nu ga je in grijs de eerste vijf steken rond. Maar je gaat niet gewoon helemaal in de V-vorm. Je neemt het lusje dat het dichtst bij je staat. In plaats van dat je er zo in gaat. Hier in de voorkant van de V erin. En dan pak ik zo de foute kleur. Dan draai ik die eronder door. En dan pak ik zo de grijze, de goede. En die haal ik eronder door dan. En dan heeft hij automatisch zo dat ik deze zo kan pakken. En dan haal ik die door deze twee heen. Het doel daarvan is dat je een opstaand randje krijgt. Zodat je vanuit daar verder door die hele steek heen te kunnen. En dan gewoon zoals je eigenlijk hier deed, in de rondte verder te haken. Ik had Songfestival app gedownload en ik krijg nu een herinnering. De tweede halve finale begint bijna. Dan ga ik even een goede plek op de bank claimen. Lekker verder haken. Dank je. Oh ja, dan. Oh, dit is goed. Oh wauw, ja. Dit is zo leuk. Oh, woe. 10, 10, 10. Ze moeten nu nog maar hoor. Nee, wat moet ik doen? Ik voel me wel hoor. Ik voel me wel. Zijn haar zit ook goed. Iedereen's haar gaat goed. En hij doet leuke dansjes. 4! Hm? Maar eerst moet ik even al die liedjes herhalen. IJsland. IJsland! Yeah! Nee, maar ze moeten meer. On Saturday. Ja, oké. Ja, oh, ik ben blij voor haar. Oh, ja, wordt echt wel zelf Finland. Ja! Ah, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ik heb niet veel gehaakt, maar het was leuk. Fijn weekend. De docent had mij gewoon in een verkeerde groep gezet, waardoor ik niet mee kon doen met de toets maken. En we kregen niet meer tijd. Dat was zo. Muziekje aanzetten. En oh, dit is trouwens hoe ver ik nu ben met haken. Oh! Oh my god, Carolina! It's been ages, and Prince Dangerous come so far from Princess Park. Always meet you. Ik merk wel dat muziek me een beetje helpt met weer een beetje vrouwelijk worden. Ga ik beginnen aan de derde rand met een ander kleur hokje. Maar nu doe ik deze steek dus. Dat is ook veel sneller. Het is wel fijn om de onderkant dan juist stevig te hebben. Maar hierna maakt het niet zo heel veel uit of het wel of niet echt super stif is. Over 9 minuten heb ik een les. En dan ga ik daarna naar de stad toe. Want ik moet nog een cadeautje kopen voor mijn vriendin die zondag jarig is. En jij denkt dat je vader kalm was? Hoek 2. Ja. Fijn weekend. Oh, ik ga naar de stad. Ik heb heel veel. Oh. Ik heb er heel veel zin in om naar de stad toe te gaan. Ik ben al zo lang naar huis, dus let's go. Ik ben terug van de stad. Oeh, oh my god, zonnetje. Het waaide zo enorm hard. Ik heb een leuke cadeautje voor Emily. Maar het ding is dus altijd,
ik koop dingen voor andere mensen waarvan ik weet dat zij het ook leuk vinden. Maar die dingen zijn de dingen die ik ook leuk vind. Dus eigenlijk, ik zou het prima vinden als ik het mag houden. Twee super mooie kleuren wol. Echt, dit is dus een beetje off-white. Ik weet wel dat ze kan breien, maar ik weet niet of ze kan haken. Nou, het is wel leuk als ik gewoon een haaknaald meegeef. Ik ben eens naar de H&M geweest en daar heb ik deze broek gekocht. Ik wil al zo lang een witte broek en ik paste hem. En het was ook echt nodig hoor, want ik heb niet zoveel broeken. In H&M zag ik ook nog dit super mooie topje. Een sporttopje. Dan heb ik voor Em ook nog deze kralen. Een keer hadden Em en ik het dus over zo'n haarband die je in kan doen. En het zijn van die zigzag dingetjes. En toen zag ik er twee in de kruidvat. En ik dacht, waar hadden we het over? Hadden we het over deze, dit is zigzag? Of over deze, dit is zigzag. Dus ik geef ze gewoon allebei. Eigenlijk heb ik bijna geen enkel moment dat ik zo in stilte zit te haken. Want het is zo chill om gewoon iets van YouTube aan te zetten. Of een podcast. Podcasts zijn pas goed tijdens het haken. Hebben jullie podcast recommendations? Oeh, hallo. Oh. Het grootste verdriet van elke haakster of breipersoon is de knoop die erin komt. Dit is gewoon niet leuk om te zien. Ik heb dit af. Ik ga nu dus de hendels maken. En het plan hiervoor is om zo een driehoek op te bouwen. Steeds één steek af te hechten, soort van. En dan in een strap. Tussendoor heb ik ook met deze twee kleuren een tasje gemaakt. En die is ook bijna af. Daarbij heb ik hier al de hengsels. Het is echt een super schattig tasje. Precies. Mijn telefoon kan hierin. Meer ook gewoon niet. Dus iemand die een tasje wil voor zijn telefoon. Als je dit tasje met deze tas vergelijkt, dit is echt zo te doen. 1, 2, 3. Ik denk dat ik vanaf dit hoekje zo hier een driehoek zo op ga bouwen. En dan zo naar hier. Goedemorgen. Ik ben de laatste loodjes aan het leggen en die zijn zwaar. Aan deze kant heb ik de driehoek gemaakt. Dit stuk is dat. En dan ben ik hier met twee hoekjes breed verder gegaan. En dat heb ik 1, 2, 3, 11,5 hoekje lang gedaan. Hier heb ik aan deze kant ook een driehoek gemaakt. Nu ga ik dit aan elkaar aansluiten. Kijk, deze ooglook. Is het niet super fabulous? I know. Oké, dan moet ik eerst normaal gaan doen. Doei. Volgens mij is hij af. Oh my god. Ja, nee, eigenlijk is het gewoon perfect. Of course, don't forget to weave in the ends. Mama, kom eens. Ja, die vind ik leuk. Cool, hè? Ja, deze is gewoon klein schattig. Super schattig. Echt ongelofelijk. Hoe leuk is dit? Een klein tasje. Heel, heel, heel cute. Mag ik misschien alsjeblieft mijn tas? Alsjeblieft. Oh, sorry. Dankjewel. De normale tas waar wel echt dingen in kunnen. Oh my god, hij is echt leuker dan ik had gedacht. Ik weet niet wat ik dacht met deze kleur. Maar ik was een beetje zo van, ja, het is wel leuk. Maar ik weet het niet. Maar nu ik dit zo zie, denk ik echt, ja, goede keuze gemaakt. Dit was de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je ook een tas maakt, laat het me weten op Instagram of zo. Of onder in de comments. Had ik al verteld dat ik de rand heb afgewerkt. Op zich, ik vond hem mooi gewoon normaal. Maar ik dacht, ja, ik wil hem toch wel iets steviger hebben of zo. En ja, ik ben er helemaal blij mee. Like deze video. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer. Laat het ook iets weten in de comments als je iets denkt.